This is the Cash Converters World Cup of Darts, coming to you live from Hamburg, Germany. Time to meet the players representing Team Canada. Would you please welcome Ken McNeil. Representing Team England, the greatest player ever, 15 times champion of the world, Phil the Power Taylor. Engeland is aan de beurt. Phil Taylor in het shirt van zijn land. Tegen Ken McNeil, de nummer 2 van Canada. Na John Part, die zo meteen in actie komt tegen Adrian Lewis. Canada in de eerste ronde met 5-3 gewonnen van de als laatst geplaatste ploeg. Voor deze PDC World Cup, Hongarije. Dat was een best of 9. Nu dus een best of 7 tussen Phil Taylor en Ken McNeil. Thank you, ladies and gentlemen. First leg, it's Canada to throw first. Game on! Ken McNeil, 36, uit Edmonton, daar woont hij in ieder geval. Geboren in Nova Scotia. Een man die dus gewend is aan de kou. Die komt hier in Hamburg goed van pas. Het is hier bepaald niet warm. Hij woont er niet meer overigens, hij woont nu in Edmonton. Stijgerbouwer van beroep. En één keer eerder zou u hem gezien kunnen hebben op tv. Dat was in 2010 bij het WK. Toen won hij in een voorrondepartij van Norman Madue. En hij verloor in de tweede ronde met 3-2 overigens maar van Alan Tabber. Toen een gemiddelde dat tegen de 90 aan lag. Zijn bijnaam is Silver Dart. Dan weet u dat ook weer. Ja, het is wel fijn om wat over McNeil te vertellen. Over deze man hebben we namelijk alles al een keer verteld, zo'n beetje. Eén titel mist daar eigenlijk op zijn palmares op dit moment. Dat is deze titel. Want bij de eerste editie van de World Cup won Engeland niet, maar won Nederland. Dubbel 18 voor McNeil. Voor de 1-0 voorsprong. Zo, alstublieft, 111 uit. Ja. Second leg is England to throw first. Game on.
Natuurlijk is Engeland de huishoog favoriet om de titel te winnen. Als je team bestaat uit de nummers 1 en 2 van de wereld, dan kan dat natuurlijk ook niet anders. Ja, 2 jaar geleden, althans ja, een jaar en iets geleden, was Engeland ook favoriet. Toen Taylor en Wade. Maar toen verloren Taylor en Wade in het eerste potje dat ze spelen. Heel verrassend van Spanje. Alcinas en Rodriguez. Die liggen er inmiddels uit. Maar ja, Canada is ook niet een team dat je moet onderschatten. 16. Taylor op het afgelopen WK vroeger uitgeschakeld dan ooit. In de tweede ronde door Dave Chisnall. 16. Ja, dat kan ook een keer gebeuren. Het was de eerste keer dat hij niet tot minimaal de kwartfinale reikte. En zelfs dat was maar een paar keer gebeurd. Ja, PDC WK hebben we het dan over. Verloor natuurlijk ja, 1 keer eerder ooit in de tweede ronde van een WK. Lakeside, 93, verloor hij van Kevin Spielek. Dat is even geleden. Tja, het geeft maar aan hoe goed de man is. Hij is gewend te winnen. Hij weet niet beter. Hij is nu zijn wereldtitel 2 jaar kwijt. Dat is hij ook niet echt gewend hoor. 2 jaar kwijt aan de man met wie hij morgen samen speelt. Tegen de 2 Canadezen. McNeil en Part. En dat is natuurlijk Adrian Lewis. Zijn leerling. Want zo is het begonnen natuurlijk. Nou ja, als die leerling dan uiteindelijk de boel toch definitief blijkt over te nemen, dan zal hij daar ook wel vrede mee kunnen hebben, denk ik. Ja, zo is het met Bristow ook gegaan. Dat was de koning voor Taylor. Taylor was zijn leerling en Taylor nam het roer daarna stevig over. Taylor naar tops. Dat scheelt er wel een stukje. Ja, Ken McNeil. Misschien wel 2-0 voor. Nee. Dat niet. En dan valt toch ernstig te vrezen dat het nu 1-1 wordt. England, you require 20. England, you require 20. Nou, geen 20. Ja, uiteindelijk wel natuurlijk. Het gaat via de dubbel 5. Het is 1-1. Engeland en Canada, de 7e wedstrijd in de tweede ronde. Nog 1 wedstrijd hierna. Nederland. Ja, ongelukkig als laatste in het schema gepland.
Van Barneveld en Van der Voort moeten al lang wachten voordat ze het podium op mogen. Een lange dag geweest, denk ik. Het is al een nieuwe dag begonnen. 57. England, you require 137. Triple 19 voor Taylor. Niet gegooid. Dus krijgt Ken McNeil de kans. Moet hij wel 76 uitgooien. 16 en tops. Voor een 2-1 voorsprong. 56. England, you require 4. Voor de eerste break. Game shine the third leg. Trader, boom leg, it's Canada the throw first. Game on. Dat betekent dat Ken McNeil nog een keertje aan de leg mag beginnen, na de vorige ook. Taylor zal vanaf nu, eigenlijk al vanaf de tweede leg, zo min mogelijk legs willen beginnen. Dat betekent namelijk dat hij de vorige gewonnen heeft. 140. Nou, McNeil weet één ding zeker. Hij zal Taylor een keer moeten breken in deze wedstrijd nu. Als hij hem wil winnen. Doet lekker mee hoor, Ken McNeil. Triple 18 en bullseye voor McNeil. Maar die mist hier ruim. 158 ook niet zomaar gedaan. Het zou wel 3-1 betekenen. Het kan nog steeds. Gaat naar bullseye toe, Taylor. Opmerkelijke keuze. Canada, you require 30. 8-18, laat ik het eens anders proberen. McNeil gaat de dubbel 12 en die gooit de dubbel 12 wel. En zo is het 2-2. En moet Taylor toch weer aan de volgende leg beginnen. Aan de vijfde. Dan zit hij al twee keer in de verkeerde triple. Nog een 1 erbij. Poeh, nou, het is toch niet Taylor op 100%. En dat voelt McNeil misschien ook wel. Misschien voelt hij wel dat er iets te halen valt vanavond. Ondanks dat het allerminst beslissend is natuurlijk wat er in deze singlepartij gebeurt. Maar ja, een overwinning op Taylor blijft gewoon een overwinning op Taylor. Hoor. Of je dat nu single koppel in 1 leg of in 22 legs moet doen.
57. Dan gooit hij geen triple, McNeil. En Taylor wel. Maar nog geen finish voor Phil Taylor. Canada, you require 146. 146 voor Canada. Twee keer triple 19, had dubbel 16 overgelaten. Triple 18 nu niet gegooid. Maar ja, Taylor 87. England, you require 87. Er moet nog een triple aan te pas komen om naar een dubbel toe te mogen. En nu een 20 voor Bullseye. Is geen zekerheid. Nee, en hij staat ook niet te gooien alsof dit zekere finishes zijn, Taylor. En dus de kans voor Cam McNeil, de Canadees, op tops. Ja, hij gaat naar een 3-2 voorsprong. Hij gaat naar een 3-2 voorsprong. En Taylor heeft nu twee legs achter elkaar nodig om alsnog de partij te kunnen winnen. En daar zal hem heel veel aan gelegen zijn. 137. Want Lewis heeft ook nog niet zomaar van Part gewonnen. 100. Stel dat Lewis per ongeluk ook die partij zou verliezen als Taylor deze verliest, wat natuurlijk ook nog niet gebeurd is, dan ligt er heel veel druk op die koppelspartij van morgen. 174. Ja, zeker omdat met name Taylor natuurlijk ook nog wel in gedachten zal hebben wat er vorige editie is gebeurd. Toen de heren van Spanje verloren. 148. Blijf ze trippels gewoon gooien. Cam McNeil, kijk eens aan. 140 en laat 121 over. En dus zal Taylor voor de boel moeten gaan op 132. Hij heeft een enkele te pakken. Triple 19 gooit hij niet. En dus hoeft hij niet eens naar de bullseye te kijken. En is dit voor de wedstrijd. Canada, Cam McNeil. Triple 20. Nee, finish weg. Maar dubbel 16 over. England, you require 68. Triple 20. Nee. Krijgt hij toch maar één pijl voor zijn dubbel hoor, Phil Taylor. Dubbel 16, dat wel. Game ja, dat wel. Dat wel. 3-3. En McNeil die begint aan de beslissende zevende leg. En goed. McNeil heeft zich totaal niet onder de indruk getoond van zijn van de reputatie van zijn tegenstander. Dat kunnen we hem in ieder geval alvast meegeven. Maar is dat ook genoeg voor de overwinning? Ze blijven dicht bij elkaar. Maakt de goede keuzes tot nu toe. Cam McNeil laat 170 staan. Is een finish. Maar hele hoge. Taylor in topvorm gooit hier 180 of 140. Ninety-eight.
Taylor niet in topvorm, laat geen finish over. 170 voor McNeil. 1 keer triple 20, 2 keer triple 20. Bullseye! Dat was een matchstart. We zien hem zo terugkomen. Ken McNeil om het alsnog af te maken. En dan weet hij dat Taylor op dubbel 16 staat. Dan moet hij dubbel 19 gooien. En dan gooit hij dubbel 19. En dan geniet hij even na. Dan weet hij dat het close was. Maar dan weet hij ook dat hij Phil Taylor heeft verslagen. En dat is toch zeker niet voor iedereen weggelegd. 4-3 wint hij dan toch nog. Ken McNeil. En dat mag hij, we hebben het woord al eerder voorbij horen komen, op zijn palmares bijschrijven.